Hele goede avond eigenlijk allemaal. Ja, welkom natuurlijk weer op mijn kanaal. Ja, ik wou even gewoon even bijkletsen eigenlijk, want ja, het is altijd lastig om dat gewoon in een gewone video te doen natuurlijk. En om dan je gevoel eventjes te uiten, zeg maar. Maar ja, waar ga ik beginnen? Het is een beetje lastig natuurlijk. Misschien dat ik het wel vaker ga doen trouwens. Dit soort vlogs online gooien. Misschien wel fijn. Want dan kan ik toch een beetje mijn ei kwijt. Want waar ik heel erg mee zit eigenlijk de laatste tijd. Is gewoon dat ik mezelf een beetje voel opgesloten hier. Zeg maar. Bij mijn ouders thuis, zeg maar. En dat ligt niet natuurlijk. Nou ja, dicht aan alles, zeg maar. Maar het ligt niet zeg maar concreet bij mijn ouders natuurlijk. Meer dat ik gewoon een beetje opgesloten ben natuurlijk. Dat ik gewoon hier weinig heb, zeg maar. Ik woon, zoals jullie weten, in Lemmer. En nou, in de winter is het gewoon echt fucking saai. Moet ik dat toegeven. In zomer natuurlijk niet. Dus in dat geval ben ik natuurlijk blij dat de zomer weer aan gaat komen. Maar ja, het is gewoon zo dat je natuurlijk gewoon normaal gesproken, hè, net zoals ieder ander, een beetje een sociaal leven probeert te leiden. En gelukkig, nou, ga ik wel om natuurlijk met mensen. Maar ja, af en toe, weet je, zit ik hier zo en dan denk ik echt zo van, wat de fuck doe ik hier, hè? Waar ben ik dan bezig? En ja, voor de meeste mensen die zeggen van, nou, Chris, je moet lekker gaan werken natuurlijk. Nou, ik ben er gewoon mee bezig natuurlijk, om werk te vinden. Maar zo makkelijk gaat dat zeg maar niet. Het is zo dat ik, ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik heb een uitkering en ik zit in de schuldhulpverlening. Voor de meeste mensen die weten natuurlijk wel wat er allemaal met mij gebeurd is natuurlijk. Ik heb gewoon veel shit gemaakt, zeg maar, vroeger. En als ik bijvoorbeeld wil gaan werken, dan moet ik bijvoorbeeld de reiskosten zelf betalen. Nou, dat kan ik niet, want die reiskosten zijn meer dan ik per week krijg, bijvoorbeeld. En ja, dat soort dingen, dat is toch gewoon heel erg lastig. Vooral omdat je hier, zeg maar, in een regio woont. Van, hey, ik moet bijvoorbeeld echt 25 kilometer reizen voordat ik ergens ben, zeg maar. Nou, die reiskosten die kan ik gewoon niet betalen. Dus ik ben nou wel bezig om hier trouwens overigens met een beetje werk te zoeken voor ja, een beetje gewoon vrijwilligerswerk, zeg maar, bij ouderenzorg. Ik denk dat het wel leuk is op zich en ook nobel is, zeg maar, om te doen. Maar toch, ja, ik heb wel een soort van opgesloten gevoel en nou, de enige die eigenlijk naast nu iedereen, zeg maar, weet hoe ik me af en toe voel, dat is natuurlijk Paul. Paul heb ik wel wat dingetjes uitgelegd en zo. Maar ja, hij kan ook natuurlijk niet veel voor me doen. Hè. Hij woont ook 100 kilometer van me vandaan. En ja, dat is soms af en toe wel eens wel lastig. En dan heb je echt wel eens van die dagen. En dat je echt even denkt van, weet je, wat moet ik dan doen, weet je. En dan ga je, je gaat, omdat je heel veel tijd hebt natuurlijk, ga je ook gewoon heel erg piekeren over dingen. En ja, weet je, dat is af en toe wel eens lastig. Ik ben nou, wat is het nu, vandaag 24e, hè? Dus ik ben nu precies iets meer dan een jaar ben ik nu al bij mijn ouders natuurlijk. En ja, weet je, dat veroorzaakt natuurlijk ook wel problemen. Hè? Want eerlijk is eerlijk, ik hoor nou mijn maag als rommelen. Heel irritant is dat. Maar, nou, heel erg raar. Nee, maar, wat zou ik zeggen? Ja, over dat ik hier een jaar woon. En, ja, dat is ook niet altijd makkelijk, weet je. Ik heb ook wel eens een gezeur met mijn ouders. En terecht natuurlijk, want zij hebben natuurlijk wel eens lasten van mij, van mijn YouTube natuurlijk. Hè? Want ja, ik, zoals jullie weten, kan ik ook wel lekker hard blaren natuurlijk. En s'avonds ben je aan het gamen, dus dan heb je mijn ouders ook last van. En daarnaast, ja, weet je, het is ook niet leuk voor een man van 34, zou ik het zo maar zeggen, om gewoon nog bij je ouders te wonen. En ja, dat voelt gewoon kut, weet je. Ik het liefst zou ik ook lekker mijn eigen huisje willen hebben. En ja, overal naartoe willen gaan, weet je. En dat, ja, dat is gewoon niet mogelijk op dit moment bij mij. En dat voelt wel echt af en toe heel erg kut aan, weet je. En dan, natuurlijk moet je dat niet altijd, moet je niet helemaal
ja, om blijven zitten in, in die negatieve spiraal. En daarom vind ik het ook heerlijk wat te doen met YouTube en zo. En met dingetjes te ondernemen. Al vind ik wel. Ik kan niet alles doen wat ik wil doen, zeg maar. Niet dat ik de apparatuur ervoor heb, zeg maar. Maar ik heb daar bijvoorbeeld gewoon. Ja, ik kan niet gewoon even ergens naartoe gaan en dan gaan filmen, bij ze spreken. En ik heb een behoorlijk, gewoon eerlijk heerlijk saai leven. Gewoon vergeleken met iemand anders natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld, zeg maar wat, Paul natuurlijk. Die heeft gewoon natuurlijk een gezin, kinderen. Dus ja, dat is allemaal veel prettiger. En ja, dat is af en toe gewoon wel eens lastig, weet je. En ja. Ik weet niet, misschien hebben jullie ook wel eens een keertje dat soort gevoel gehad of zo. Of niet trouwens. Ik hoop het trouwens niet, maar natuurlijk. Maar ongetwijfeld zijn er mensen natuurlijk die ook zulke dingen meemaken, weet je. Scheidingen en zo. Gelukkig, mijn ouders zijn nog niet gescheiden, maar hè, dat kan ook natuurlijk gebeuren. En gewoon slechte dingen, school gaat slecht. Nou ja, ik heb gewoon af en toe, ja, het klinkt misschien weer stom, maar gewoon een beetje een terugval. Dat je denkt van, hé, kut, weet je, hoe het alles gegaan is. Als ik nou zo en zo had gedaan, hè, vroeger, dan had ik het zo en zo nu gedaan. En het is gewoon. Het is gewoon af en toe wel eens lastig, weet je. En nogmaals, ja, ik voel me echt wel een beetje opgesloten hier. En ik hoop dat ik wel eens binnenkort bijvoorbeeld even ergens naartoe kan, weet je. Ik wil ook lekker bij spreken naar een pretpark toe gaan, weet je. En daar gezelligheid hebben. Of in ieder geval lekker, in ieder geval normaal werken, zeg maar. Hè? Normaal werk, want allemaal wat voor dingen ik aangeboden krijg, dat kan ik bijna hier niet doen. Omdat het gewoon ook gewoon heel erg ver is en onzeker is. En je weet niet hoe je er verder mee. Ja, het is gewoon niks voor mij, zal ik het zo zeggen. Sommige dingen. En niet dat ik beroerd ben om te werken, want ik heb altijd gewerkt, weet je. En het boeit me echt helemaal niks in principe wat ik doe, maar niet alles is, zeg maar, hartstikke leuk. En vooral niet natuurlijk als je gewoon, zeg maar, al je geld die je hebt per week volledig moet uitgeven aan reiskosten bijvoorbeeld. Die je dan niet hebt. En ja, dat is wel eens lastig. En dat af en toe vreet het wel eens een beetje aan mij. Aan mij gewoon. Als persoon zijn. En ook aan mijn, ja, hoe ik mezelf onderhoud, zeg maar. Nou, dat klinkt misschien stom en zo, maar iedereen zal het ook wel een beetje opgevallen hebben natuurlijk, dat ik ja, wel weer een paar kilo's aangekomen ben. Ik ben bijna 10 kilo aangekomen zelfs, sinds mijn laagste gewicht. En ja, daar ga ik wel wat aan doen natuurlijk. En dat ga ik vloggen. Ik had het al via Twitter verteld en zo. En ja, ik hoop dat jullie een beetje kunnen steunen daarin. Ik hoop dan morgen of overmorgen, zaterdag, zondag, hoop ik dan gewoon daarvan de eerste vlog online te hebben. En met jullie mee te nemen, zeg maar, in mijn in mijn dieet, zeg maar. En ja, dat jullie me hopelijk een beetje natuurlijk gaan steunen daarmee. Ja. Ik denk dat het wel zo'n beetje was. Ik denk het wel. Maar ja, als ik af en toe een beetje even geen zin heb in uploaden, ja, sorry dan daarvoor. En dan weet je in ieder geval waar het aan zit, waar het aan ligt, echt, zeg maar. En ik weet ook niet wat jullie met deze video willen doen. Jullie mogen liken of dislike. Dat boeit me echt helemaal niks eigenlijk. Dat, in ieder geval voor de mensen die het afgeluisterd hebben, dankjewel. En ik ga jullie weer zien bij de volgende video.